Kastelen. Tee met een mogelijkheid. Tee. Eerste gevaar namens VVV Lennart Tee. Streppel, de vertrekkende coach bij Heerenveen na twee seizoenen. Weet nog niet waar hij naartoe gaat. Van Brugge raakt die bal het laatste, heb ik het idee. Post voorkomt een hoekschop. Maar echt lekker weg is die bal niet. Rojas. Naast. Dumfries misschien. Reza, slim. Reza. En dan een goed schot hoor van Dumfries. Labile. Tee. Labile weer. Piri verdedigt. Tee komt niet tot een schot, dat is een strafschop. Ja, zijn been wordt weggehaald. Higgler onverbiddelijk. Fluit direct. Tee wilde schieten, zijn standbeen wordt weggehaald. En penalty dus. En Leemans, vorige week miste hij nog tegen Sparta, weet u nog. Maar nu mist hij weer. En Red Hansen, ja. Dan kan je je toch afvragen, moet je niet iemand anders die penalties laten nemen. Maar VVV gaat door. Dumfries trapt de bal uit het doel. Goeie reactie hoor van Hansen. Maar ook geen beste penalty, eerlijk is eerlijk. Heerenveen heeft een lijst gemaakt van trainers die men graag zou willen. Frank de Boer stond bovenaan, maar die heeft vooralsnog nee gezegd. Peter Bos staat erop. Jaap Stam staat erop. Zenelli en Oenestal en Reza. Söntjes. En dit scheelt heel weinig. Deze actie van deze verdediger Rutte. Goed gedaan. Goeie paas van Söntjes. Goed weggedraaid van Zenelli en met links. Nou, dat scheelt niet zoveel. En een gele kaart voor Bulthuis die volgens Higgler Tee op zijn hakken trapte. Een bloedende teen, bloedende tenen. Weggekopt die bal door Van Krooi. Dumfries brengt hem opnieuw in. Kobayashi, Zenelli, de man van de hoekschop. Gaat naar binnen. Schiet, goed schot. Het piept en kraakt nu even bij VVV. Bruin. En die zit erin, jawel. Reza raakte die bal het laatst. En dan is toch de band gebroken. Is het toch Heerenveen dat hier op voorsprong komt. Een langlopende aanval. Bruin. En dan is het Reza die voor zijn man komt. En die bal bewust of onbewust inkopt. Maar ook deze telt. 1-0 voor Heerenveen. Hier is Michailovic die de wedstrijd kan beslissen. Ja, 0-2. Michailovic dus. Mooi schot, mooi goal. Oenestal kansloos. Rekende kennelijk niet op dat schot in de korte hoek. Een knappe goal van deze Michailovic. 0-2. Van Amersfoort krijgt daar een geweldige knal, maar het spel gaat door. En daar is Reza. Hoe? En er wordt nog een kaart uitgedeeld aan Van Krooi die een knal gaf. Daar aan Pelle van Amersfoort. En gaat Heerenveen hier met drie punten vanuit Venlo, vanuit de Koel, terug naar Friesland. Is de blijdschap groot. En eigenlijk heeft de VVV in de tweede helft nauwelijks een kans gehad.